Yo mensen, Jeras hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de enige echte Assassin's Creed Syndicate Let's Play hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan weer verder waar we gebleven waren en wat we nu gaan doen is we gaan even hem vermoorden. Oké, ik laat je lopen. Nee, niet achter me aankomen! Ik laat je expres lopen, lul. We gaan eventjes dit uitkijkpuntje synchroniseren. En dan gaan we natuurlijk gewoon weer verder waar we gebleven waren. Dus vind ik deze serie leuk. Ram natuurlijk zo zijn kaart op de lijn. Want het helpt mij enorm als we gewoon weer lekker veel duimpjes omhoog kunnen halen. Dan zou ik het altijd vinden. En sowieso natuurlijk ook bedankt voor alle support. Oké, het uitkijkpunt zit daar, hoor. Dat is lekker dichtbij, man. We gaan aan de andere kant van het dak. Woeie. En dan moeten we daar... Even kijken, de adelaar vliegt er al. Dus dan weet ik in ieder geval dat we goed zitten. Kunnen we naar dat dak toe. En dan moeten we nog omhoog zien te komen in de toren zelf. En dan kunnen we even synchroniseren. En daarna op natuurlijk naar de volgende missie. Dus hoppa, op naar boven. Yo, daar gaan we. Hop, hop, hoppa. En we zijn boven. Hallo adelaartje, is mijn plek, jongens. Sorry. Je mag er zo meteen weer zitten, adelaar. Ik moet even synchroniseren namelijk. Eén moment. Kijk eens aan, jongens. Premiejacht daar beneden. Nog wat schatkistjes. Nog een tempeliersjacht. En nog veel meer andere dingen. Awesome! Zo mag ik het zien. Oké, chill. En de volgende missie is 1000 meter verderop. Dat is best wel heel erg ver, kan ik je zeggen. Maar we moeten er toch echt naartoe. En dat is helemaal hier. Dat is wel ver, hoor. Dus als we nou... Even kijken, hoor. Als we nou naartoe lopen, maar tegelijkertijd... We kunnen hier naartoe, wacht, we kunnen hier naartoe snel reizen. Dan synchroniseren we dit punt. En dan gaan we naar de missie toe. En dan pakken we dat punt ook meteen. Dat vind ik een mooie. Oké, wacht, dan snel reizen we hier naartoe. Dan moeten we even door die hele map namelijk gaan. En dan kan ik mijn milkshake ook meteen drinken. Ik heb een milkshake gekregen, dus yeah, thank you. Altijd lekker reclame. Jij, ja, je steekt. Nee, is geen reclame. Is voor betaald namelijk, ja, voor die milkshake. 1 euro. 70? Ik weet niet hoe duur een milkshake is. Ah, fuck it. Maakt me ook niet zo uit eigenlijk. Nee, we moeten dus even al die punten synchroniseren. Dan hebben we sowieso de kaart verkend. We kunnen ook nog wat gebieden proberen vrij te spelen. We gaan gewoon richting de missie. Maar als er iets tussendoor komt, dan komt er iets tussendoor. Als je snapt wat ik bedoel. Dus we gaan het gewoon zien hoe het gaat. Zo, we zijn er. Kijk eens aan. Gaan we sneller dan er helemaal naartoe rijden. Dus ik vind het wel goed. Ja, top. Zo, we zitten hoog, gek. Holy shit. Kijk, zie je, er zit daar meteen een premiejacht. Waar we naartoe kunnen. Maar we moeten eventjes... Even kijken, dus achter ons moeten we even dit punt synchroniseren. Dus moeten we naar achter en dan weer naar voren. Even kijken, kunnen we een dodensprong die kant op doen, Evie? Oké, blijkbaar kan dat. Ik weet niet waar we gaan landen. Oh my god, dit is zo hoog. Daar dus. Oké, top. Waarom niet? Alright, we zijn geland. Dan kunnen we hier namelijk eventjes nog een uitkijkpunt synchroniseren. Oh, je hoeft er niet in te klimmen. Even, je moet niet overal inklimmen, meid. Je kan... Oh my god. Je kan in veel dingen klimmen, ja dat weten we. Maar je hoeft niet overal om te klimmen. Even kijken, ik denk dat het uitkijkpunt daar binnen, daar bovenop zit. Dus we gaan er gewoon langzaam naartoe, want ik denk dat dat paaltje is daar ook. Dat hoop ik eigenlijk. Kunnen we hier ergens een ankerpunt pakken? Oh, we gaan daar maar naartoe. Weet je wat, je laat je maar vallen eigenlijk. Zo. Klimmen we namelijk gewoon hierop en dan gaan we gewoon zo verder. Oh, kijk, er komt meteen een boot aan. Hup, springen maar op. Zo. Zitten we op die boot. Dan kunnen we overspringen naar die boot. Ja, en dan kunnen we weer overspringen naar die boot. En dan kunnen we weer overspringen naar die boot. En dan zijn we weer op een land dat stil ligt. Alright. Maar er staat hier ergens een kist, ik hoor hem. Ik hoor hem, wacht. Oh hier, we staan ernaast. Yo, maak maar open, Evie. Ik hoor hem, man, ik hoor hem tinkelen. Oké, en nu moeten wij nog die kant op. En dat wordt zwemmen, Evie, sorry, spijt me. Sorry, Evie. Zwemmen is gezond. We zwemmen gewoon even helemaal naar de andere kant toe. Maakt verder ook niet uit. Want we moeten die mast in namelijk. Het is wel mooi hoor, dat is niet normaal. Oh, ik zwem verkeerd. Ik zat te genieten van het uitzicht, sorry. Oké, zo, we zijn er. Dan kunnen we hem hier zinken. En dan kunnen we daarna weer verder. Hop, 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 hop. Op naar boven, let's go.
Hoppa, kijk eens aan, we zijn er. Synchroniseren maar. Dan hebben we ook de hele rivier namelijk verkend. Kijk eens aan. Scheepsroof zit daar nog. En een premiejacht. Oké, okay, nice. Nice. Even iets dat... Hoppa. Helix-glis gepakt. Kunnen we meteen naar diep... Oh, we kunnen gewoon zo. We kunnen ook gewoon zo ernaartoe, joh. Kijk. We kunnen gewoon van paal naar paal en dan staan we weer op de weg. Dat is wel handig. Ik moet eigenlijk die kant op, maar ja, maakt niet uit. Kijk, nu weer naar de volgende paal. Ja, volgende paal. Zo kom je er ook gewoon, jongens. Gewoon van paal naar paal. Nice. Oké, dan moeten we weer naar de volgende paal. Dat is die. Ja. Zo word je ook niet nat. Toch, jongens? Zo word je ook niet nat, hè? Nee. Nou gaan we daar naartoe. Zo. En staan we weer mooi op de weg. Wat wilt jij nog meer, jong? Hey, nice. En dan kunnen we nu zo de weg op. Koetsje stelen en gaan met die banaan. Oh, dat haal je niet even. Meneer, ik wil je koets hebben. Meneer. Meneer. Niet zomaar inhalen, meneer. Overschrijd de snelheid. Eraf. Oprotten, nu is mijn koets. Oké, gaan, jongens. We gaan die premiejacht even voltooien. Dan gaan we door naar de missie toe. Want de missie zal niet heel ver meer zijn. Deze premiejacht zit er nog mooi tussen. Dus kunnen we die nou ook even voltooien. En dan kunnen we verder. Zo, deze koets is snel, gek. Holy shit. Hij is ook lekker klein. Dus ik bunk er bijna nergens tegenaan. Zo, even over de stoep. Even over de stoep met houten wielen, joh. Waarom niet? Hé, hey, jongens. Willen jullie vechten? La 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 la. Hop, dat zijn er twee. Hoppa, dat is nummer drie. En dat is nummer vier. Zo, doei doei. De ballen. Oké, die zijn allemaal dood. Dan kunnen wij hier de premiejacht gaan doen. Dit wat handig is als ik gewoon even... Oh, er staat er al een, zie je het? We gaan gewoon helemaal naar het dak. Breng het doelwit leven terug. Nee joh, vermoord hem gewoon joh, fuck it. Ik vermoord hem gewoon hoor. Zo, we zijn echt helemaal naar boven gegaan gewoon. Is een beetje te hoog jongens. Oké, kunnen we weer naar beneden. Kak, hé. Oh my god, waar ga ik naartoe? Dit was niet de bedoeling. Kak! Oh my god, dit was niet de bedoeling. Holy tietenvrieten. Even identificeren, hoor. Harrison Harley. Breng het doelwit leven terug. Ja, je kan wel dat makkelijk zeggen, maar dat zo makkelijk is het niet, joh. Dus ik moet ze allemaal vermoorden. Ja, dat is een goeie. Geen flauw idee hoe ik dit ga doen. Ze zijn namelijk nog hoge level ook. We gaan... weet je wat? Zullen ze gewoon aanvallen? We overleven toch wel. Oh my god, zie me. Oké, dit wordt vechten. Dit wordt vechten. Dit wordt vechten, jongens. Fuck it. Weet je wat, jongens? Aan de kant. Ik heb even een rookbom gegooid. Ben ik ze namelijk kwijt, want hij probeert te ontsnappen, man. Waar ren je nou helemaal naartoe, joh? Hé, hey, retard! Oh, joh, die vent rent nog snel ook. We moeten hem afsnijden, want anders krijg ik hem nooit. Kom op. Ja, ik heb hem. Beg your pardon? I beg your pardon. Unhand me, rascal. I wonder what that's all about. I said let me go. Oké, moeten we even in een rijtuig zien te krijgen. Keep your voice down. Quiet, Mr. Harley. Vriend, mag ik jouw rijtuig even lenen? The police. Zo. Why would any sane... Beg pardon? Hij leeft nog wel, though. Oh, kak, zit er eentje achter me aan. Wacht, zit er eentje achter me aan. Zit iemand achter me aan, man. Wacht even, hoor. Oké, maakt niet uit, joh. We pakken hem wel. Kom maar naast me rijden, kom maar naast me rijden. Zo, opgerot. Zo, nou, we hebben een leven afgeleverd, jongens. Ik weet niet hoe we dat hebben gedaan, maar... Hé, hey, ik vind alles goed, joh. Kijk eens aan, hoppa. Zo doen we dat. Easy peasy, toch? Ik weet niet hoe we dit hebben gedaan.
Maakt me ook eigenlijk niet heel veel uit. We hebben een premiejacht voltooid, dus top. Dat is toch wel moeilijk ook, joh. Nou, awesome. En dan kunnen we meteen door naar de missie, want die zit naast ons. Handig. Hebben we even mooi opgelost op deze manier. En we hebben vaardigheidspunten mee verdiend. Nice. We hebben 10 vaardigheden beschikbaar. Oh, joh, joh. Dus we gaan proberen nou niet tijd met hem te vechten, joh. Het doet jullie toch ook helemaal niks. Ik wil jullie alleen niks als jullie iets tegen mij doen. Als jullie nou gewoon een keer aardig doen. Er is er niks aan de hand. Ik moet hier naar boven, jongens. Oké, daar gaan we. Zo. Evie. Rustig, meid. Oh, kak, nu zitten we erin. Ja, we moeten... Wacht, er zit het dak... Het dak staat open, dus we kunnen gewoon helemaal naar boven. Ik weet alleen niet hoe. Het dak is open, though. Wacht, ik probeer even naar boven te lopen, hoor. Even kijken, hoe gaan we hier... Ja, daar is het dak niet open, Evie. Dus heb je niet zoveel aan. We moeten naar een plek waar we naar boven kunnen, want... Oké, wacht, daar kan ik nog verder omhoog. Gewoon even naar de hele andere kant slingeren. En dan moet ik door het dak heen kunnen, want het dak staat open namelijk. En dan ben ik op het dak. Oh my god, Evie. Fucking retard. Wil je dat volgende keer even niet meer doen? Oh kijk, zo kan het ook. Dat is wat makkelijker. Ze viel naar beneden, zag je dat? Oké, we zijn er. Beetje een omweg genomen, maar dat maakt niet uit. Alright, synchroniseren maar. Kinderbevrijden, bandenvesting... We hebben nog meer allemaal. Daar zit de missie, Templiersjacht. Heel veel dingen kunnen we hier doen nog. Nice. Ik ga eventjes mijn vaardigheden upgraden. Want daar hebben we nu even de tijd voor nu weer boven zitten. En dan kunnen we daar in de missie gaan starten. Vaardigheden. Hoeveel punten hebben we? 9. Alright, even kijken. Wat is dit? Messentrekker. Even kan 2 keer zoveel werpmessen meenemen. Bovendien richten de messen veel meer schade aan. Hey. Ik gebruik die messen heel vaak, dus dat wil ik graag hebben. Dankjewel. Dan hebben wij nog eens... Stealth. De stealth-statistiek van Evie nemen toe met 11 punten. Ze wordt minder snel ontdekt en haar moorden maken minder geluid. Handig, handig. En wat is dit? Oh, die kan ik niet halen. Dat zijn 6 punten. Oké. Dan haal ik de stealth nummer 3. Dan is ze heel stealth-achtig. Nice. Alright, dan zijn onze punten weer op. We kunnen onze band ook nog even verder upgraden. De Roos krijgen nu gevechtstraining voor gevorderden. Ze zijn nu niveau 4. Druk op R1 om ze te recruiten. Dat kost me 10.000, maar dat is alles geld op. I don't care, want ze zijn nu niveau 7. Ik zei net volgens mij 4, maar ik bedoel 7. Even kijken, we moeten daar naartoe. Daar zit onze missie, dus ik loop er ook gewoon even naartoe. Rustig aan, Evie. Lekker glijden. Woo! Alright. Kunnen we naar de andere kant schieten? Kunnen we... Oh, ze gaat gewoon al. Maakt niet uit, Evie. Gewoon gaan, joh. En dan naar die kant toe. Zo, en dan zijn we er. Volgende missie. Hoppa. Zo. Ik knal zo met mijn kop tegen het dak aan, joh. Yo! Politieke spelletjes. Jacob zoekt naar premier Disraeli in de Xenopine Club om de mysterieuze B op te sporen. We weten natuurlijk niet wie het B is. B beraamt een aanslag op Disraeli. Oké, Jacob, los jij het maar weer even op, jongen. Jacob kan alles. Alles. Dat is wat hoop ik. We moeten Jacob's vaardigheidspunt ook nog eventjes... uitbesteden, want hij heeft er ook nog heel veel staan. Dus het is wel handig als we die punten natuurlijk ook even gebruiken. All right, B. Who are you and what's your game? Ja, hé, dat moet je niet aan mij vragen. Gaat hij aan mij vragen? Wat moet ik dat nou weten? Ik weet evenveel als jou, Jacob. We gaan erachter komen wat hij van plan is. Bereik de Xenopine Club. Oké, ik ga even je vaardigheidspunten gebruiken, maat. Oké, wat hebben wij hier? Verminken. Jacob, succesvolle aanvallen brengen vijanden sneller op het randje van de dood. Yo, koop maar. Koophandel. Top, verminken nummer 2. En dan hebben we hier nog iets staan. Dit
kost 6 punten. Oké, dat hebben wij niet. We kunnen dit nog halen. Wacht. Nee, ik heb nog 5 punten. Dan wil ik graag zijn gezondheid nog even upgraden. Zo, dan is de gezondheid nog even geupgraded. Hebben we meer gezondheid? Kunnen we vaker worden geraakt? Dan hebben we nog 3 punten over. Wat is dit? Eerste klap. Oh ja, nee, dat is goed. Dat is cool. Eerste klap nummer 1. Kijk eens aan. Zo, daar zijn onze punten ook weer op. Alright. Kom naar beneden toe. Oké, ik neem eventjes wat hulpjes van mij mee. Want ik heb ze net geupgraded naar niveau 7. Dus jongens, kunnen jullie even meekomen? Kom. Kom. Oké, dan nemen we hun even mee. Voor het geval dat. Ik weet niet of ze nodig zijn. Er zijn sowieso 2 bewakers. Dus als die... Wacht, er staan hier nog 2. Wacht. Ik heb hier nog meer mensen van mij staan. Oh, wacht even. Ik moet eerst even deze 2 vermoorden. Wacht. Deze vermoorden we even zelf, jongens. Oké, zo. Jongens, ik wil jullie ook even meenemen. Kan dan? Wacht op, kom. Oké, volg mij even, jongens. Kom. Ik moet bij de way Jacob zijn wapens nog even aanpassen. Want we hebben allemaal nieuwe wapens. Alleen die hebben we natuurlijk nog niet aangezet bij Jacob. Dus even dit pistooltje aan, die is sterker. Dan moeten wij nog eens zijn wapen veranderen naar deze, want die is sterker. Zo. Oké, top. Als je bij 1 character doet, gaat het niet namelijk getransferd worden naar het andere character. Alright, wat ik dan wil, jongens. Ik wil dat jullie eventjes die 2 aanvallen, want dan kunnen we gewoon door de voorkant naar binnen. Yo, gewoon lekker schieten. Pak ze maar. Yo, dat is 1. En dan kunnen wij nu naar binnen. Oh, nee, naar binnen. Oké, wacht. We gaan snel takken, want er komen heel veel mensen aan. Jongens, blijven jullie beneden. Ze gaan allemaal dood, mijn mannetjes. I don't care. Oh, er komt een mannetje van mij naar boven. Jongens, gaan we vechten met z'n allen, hè? Kom. Ik weet niet hoeveel er nog leven, maar... Oké, hij valt hem aan. Zie je dat? Hij valt hem aan. Oké, dan kunnen wij snel naar beneden. Oh, ja, jullie willen ook nog met mij... Ja, kak! Je doelwit is gealarmeerd en dan kan ik niks aan doen. Kijk hoeveel er staan, joh! Fucking hell, joh! Dat zit helemaal daar vol met politie. Oké, dat was dus niet de bedoeling. We mogen dus helemaal niet gezien worden, blijkbaar. Dat is toch moeilijk ook, hè? Zo, de knetter. Het eerste moderne riool werd gebouwd langs de rivier de Theems. Ze begon in 1859 met de aanleg van het 132 kilometer lange riool. Kostte 4,2 miljoen pond. Dat valt op zich nog wel mee, hoor, eerlijk. Dat valt, serieus, vind ik nog wel mee. Voor 132 kilometer riool. Maar ja, dat ben ik, weet je. Misschien is het wel heel veel. Toen de tijd was het sowieso heel veel. Maar nu, als je een rol aanlegt, ben je volgens mij echt miljoenen kwijt. Oh, bespioneer. Oh, kijk eens aan. Well, if it isn't my dear old chum, Mr. Disraeli. Now, Prime Minister, which of your friends is about to stab you in the back? The Corrupt Practices Bill is a vital step in reforming our government. If the majority party is allowed to dictate the results of contested elections, we can scarcely call ourselves free. If we yield up our rights bit by bit to the courts, we can scarcely call ourselves free, sir. This is so like you, Gladstone. You would rather throw your body upon the gears of progress than surrender one iota of power. Die lul, die ziet me de hele tijd, man. God, Disraeli, you are a fool. I'll not stand idly by and watch you drag parliamentary privilege through the muck. No, certainly not. You'd rather return us to the yoke of tyranny. Perhaps while we're at it, Mr. Gladstone, we could repeal Magna Carta and return the crown to the bloody Stuarts. How dare you, sir? Merely because I do not wish to see government placed in the hands of judges, you would make these slanderous accusations? I'll not stand for it. Then I shall obviate the requirement. Good evening, good sir. Good evening, sir. Nou, nu weten we dat ook weer. Er kwam net een wachter aanlopen. Ik denk dat die vent wordt neergestoken. Nee. Jawel, hij wordt achtervolgd. Hij gaat er worden neergestoken. We moeten hem helpen. Sowieso. Sowieso, we moeten hem helpen. Ja. B, I presume. Yep. Dat is B, ja. We moeten hem achterna, man. Haal de spion onderuit. Oké, go. Go! Oké, die wacht gaat sowieso achter me aankomen. I don't care.
Vriend, waarom ren je nou zo fucking sloom, ouwe? Jongen. B. My name's Herbert. Wat? Then why are you following the Prime Minister? It's just a job, sir. Some old bloke paid me. Smug bastard. What the fuck? What the fuck? Ontwijk alle schoten van een sluipschutter. Ja, ik ga mijn best doen. What the fuck, ouwe? Snel naar boven. Yo, we gaan gewoon naar boven. Go. Hey, ik kom achter je aan hoor, meid. Zo, ze is nog snel ook. Kom eens even hier, joh. Schiet dan. Nee, dat durf je niet meer, hè? We zitten vet dichtbij er, joh. Ze rent kei snel, gek. Kom hier. Zo. Dat is eigen schuld. Ze leeft nog half, want ik heb hem niet helemaal uitgeschakeld. Maar ze hangt nu, denk ik, van het gebouw af. Ja, dat ja. Dat ja. Well, I was born in Crawley, but that's by the by. Who are you working for? I never got his name. Old chap, big moustache, or some kind of uniform. Who's ours, maybe? What's his game? Please, you'll kill me. And a three-story drop will shatter your legs and send you to the workhouse. Difference is, you can run from him. Tomorrow! My lads are going to attack the Prime Minister's carriage on the way to Parliament. Perfect. Perfect. Kijk eens aan. Hey. Kijk eens aan. Hoppa. Alle beloningen, alle XP erbij. Nou, dan weten we dat ook weer. Dan weten we waar hij naartoe gaat. Dan kunnen we nu gaan opwachten. Oh, we hebben een nieuwe riem gekregen. Kijk, dat zit daar. Zie je? 450 meter verderop. Even kijken. Dat zit helemaal daar. Wat we dan kunnen doen is, we kunnen meteen eventjes hier. Wat is dit? Dit is kinderen bevrijden en dit is bendevesting. Ik kan meteen even deze kinderen bevrijden. Want we zijn er nu toch namelijk. En dan kunnen we weer verder naar de volgende missie. Poink, hallo. Oké, kinderen, ik kom jullie bevrijden. Althans, dat is mijn doel. Er hangt hier zo'n scheidbel. Maar ze zien me serieus niet al. Wacht, kan ik? Wacht even hoor, ik wil hier even weg. Ja, leuk dat je me ziet. Oh, wacht, gaan ze achter me aankomen? Oprotten. Ik wil namelijk even switchen naar Evie. Zo. Ik vind Evie cooler namelijk. Oh, ik kan hem net niet raken, gek. Oink. Zo. Alright, die is neer. Even de alarmbel weghalen. Kunnen ze die niet meer bellen. Oh. Is niet zo handig van je. Dit is niet zo slim van je, vriend. Het is niet zo slim van je, vriend. Dat zeg ik je. Dat zei ik je nog. Het is niet zo slim van je. We moeten 12 kinderen in totaal bevrijden. Dat is keiveel. En ik weet niet of er nog ergens een alarmbel zit. Dus als we gewoon even helemaal naar boven gaan, dan schakelen we even die sluipschutster uit. En dan kunnen we via boven kunnen we ze aanvallen. Dus jij bent down, alsjeblieft. Dan moeten we even hier gaan zoeken. Oké, we zijn binnen jongens. Helemaal niks hier, dan kunnen we die kist even openen. Er hangt nog één alarmbel, helemaal aan de andere kant van dit stuk. Maar ik wil hem sowieso even vermoorden, want ik mag hem nu al niet. Oh, wacht, er zit daar gewoon de trap. Wacht, ik heb de trap gevonden. Ik heb de trap gevonden, jongens. Niks aan de hand. Ik zat de trap al te zoeken, maar die zit hier. Ik weet niet wat hij gaat doen. Even opletten. Hij blijft gewoon staan. Gewoon blijven staan. Thank you. En dan deze lul nog uitschakelen daar. Jullie zijn vrij, jongens. Kom.
Oké, okay, deze Mongolen nog even vermoorden. Zo. Zijn jullie ook vrij? You won't be doing this much longer. Vermoord ik hem? Zo, dan vermoord ik hem die daar staat. Dan moet ik wel snel zijn voordat hij zich omdraait. Niet je omdraaien, niet je omdraaien, niet je omdraaien. Oh my god. Holy tieten, al ging bijna verkeerd. Zo. Dan zijn die ook down. Dan kun ik jou, jullie bevrijden, jongens. En dan moeten we nog 3 kinderen in totaal. En dan is iedereen bevrijd. Yo, alsjeblieft, jongen. Oké, okay, jongens. Nog 3 te gaan. Oké, okay, die staan daar binnen. We kunnen best weer via het dak gaan, denk ik. Ik ga weer even via het dak, ja? Ik weet niet of ik ergens naar binnen kan hier, maar dat zien we vanzelf wel. Oh, kak. Scheidsnipers. Zo! Hey, de ballen! Yo, later! Even kijken waar een opening zit hier in het dak. Oh, hier, dit ding staat open. Top. Alright. Oké, okay, dan lopen er volgens mij maar 2 rond als ik hem kill. Maar volgens mij was het de enige, joh. Jullie zijn ook vrij, jongens. Zo, dat was iedereen. We hebben iedereen bevrijd. Woo! Hoppa! Nice! Iedereen bevrijd. Zonder het alarm af te laten gaan. Daar komen mijn hulpjes aan. Pak ze allemaal, jongens. Kijk eens aan. Hoppa! Als een weergebied bevrijd. Nog op een mooie manier ook, vond ik zelf. Kijk eens aan. Kinderen bevrijd en voltooid. Dat is gewoon midden in de stad heb ik een gebied bevrijd. Ze lopen nu... Ja, mijn mensen lopen nu tussen de andere mensen rond. Maar ja, maakt niet heel veel uit. Kijk, er stond hier nog een kist. Dus ik wil even die kist nog openen. En er staat aan de andere kant van dit stuk ook nog een kist. Dus wat zit hierin? Kijk eens aan, 763 metaal en zijde. En er staat hier staat nog een kist. Ik weet niet wat jij nou weer aan het doen bent, maar jij hoort hier niet meer, jongen. Dit is nu ons gebied. Ik kan nog even deze bel uitschakelen. Ching. Er staat hier nou ook nog een kist. Yo. Zo, dan kunnen we die ook nog even openen. Hoppa. Alright, kijk eens aan. Oh, er staat niet zoveel in, maar dat maakt niet uit. Hoeveel monies hebben wij? 5500. Want ik had namelijk, als het goed is, nog een nieuwe handschoen. Ja. Gekregen. Want ik moet deze maken. Nou, weet je, ik laat de handschoen die ik heb gewoon aan. Ja, ik laat de handschoen die ik heb gewoon aan. Het scheelt maar 1 aanvalspunt, dus het is niet heel veel. Oké, okay, top. Nou ja, mensen. Dan ga ik hier bij deze aflevering weer afsluiten. Ik moet even hun helpen, man. Jongens, kappen, oprotten. Oprotten. Alsjeblieft, jongen. Alsjeblieft, man. Ik help iedereen. Alright, maar dan ga ik bij deze aflevering afsluiten, mensen. Ik hoop dat jullie natuurlijk hebben genoten van deze aflevering. We gaan de volgende aflevering weer verder met een missie die daar 200 of 342 meter verderop weg zit. Dus als jullie hebben genoten, ramp die like knop. En dan zeg ik, tot morgen, 3 uur precies, met een nieuwe Assassin's Creed Syndicate aflevering. Bye bye, mensen.